weer welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be the best. Hoi, welkom bij een nieuwe video en dit is alweer de laatste video van dit jaar. Het is namelijk Oudejaarsdag en dat betekent dat we natuurlijk, morgen is het 1 januari, dat betekent natuurlijk dat we naar 2022 gaan. En ik wou nog even een kort videootje doen, want ik twijfelde of ik wel of niet een video vandaag zou doen. Maar ik dacht, weet je, ik doe het gewoon, want binnenkort komen er natuurlijk al vrij snel Wie is de Mol video's, maar... Weet je, je kan nooit fout zitten met een extra video. In deze video wil ik nog even terugblikken op 2021, wat we allemaal hebben gedaan. Hoogtepunten, dieptepunten. En dat doe ik even kort in deze video, want normaal heb ik 's avonds ook nog een klein clipje of een klein videootje. Waarin ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wens. Die komt er dit jaar niet, die komt wel op mijn Insta, want ik heb dit jaar afgesproken met vrienden. Ook gezellig natuurlijk. Maar dit jaar heb ik heel veel leuke dingen gedaan. Zo heb ik gave video's gemaakt, ondanks dat er nog steeds corona en af en toe een lockdown hadden, zoals nu. Heb ik hele gave video's gemaakt. Zo vond ik Epics heel gaaf om te maken. Ik heb natuurlijk heel veel Wie is de Mol video's dit jaar gemaakt. Maar ja, bij elk hoogtepunt hoort ook natuurlijk weer een dieptepunt. Zo heb ik natuurlijk mijn konijn ben ik verloren. En ongeluk bij een geluk. Geluk bij een ongeluk was het namelijk. Want nu hebben we een hele leuke nieuw ander konijntje, Lexi. Ze ligt wel in haar hok, maar ze zit er een beetje aan de zijkant. Maar het is ook echt een schatje. En zo ben ik aangenomen natuurlijk op mijn school waar ik super graag naartoe wou. Het mediacollege. En hier ben ik ook hele vette dingen aan het maken. Ik heb hele leuke vrienden gemaakt. En het is gewoon super leuk daar. Ik ben nu bezig met een videoclip moet ik maken op een bepaald nummer. Daar moeten we ook een making-of voor maken. Dus... als die video een beetje leuk uitkomt, dan zet ik die misschien ook nog wel op mijn kanaal. Zo ben ik van allerlei leuke dingetjes. Ik had ook heel veel plannen voor dit jaar, wat ik wou doen en gave dingetjes. Maar ja, dat ging niet door. Zoals filmpremières, waar ik natuurlijk in 2020 wel wat heb gedaan. Maar niet zo heel veel natuurlijk, vanwege corona. Maar dat vind ik nog steeds super leuk om te doen. Interviews, maar ook gewoon interviews met jullie. Dat mis ik heel erg. Zo de tienerdag op 2019 vond ik heel gaaf. Dat was natuurlijk niet dit jaar, maar dat waren jullie wel bij. En dat vind ik heel gaaf om met jullie te praten of foto's te maken. Dus als je me ergens tegenkomt, mag je me ook altijd vragen van... hey, mag ik een fotootje? Want mag altijd. En wat ik natuurlijk ook heel gaaf was dit jaar, is natuurlijk dat ik sinds kort over ben gegaan naar mijn eigen kanaal, Kim Cogé. Dat vond ik heel gaaf om te doen. Wel een beetje raar vond ik die video om te maken, want het is niet een normale video die ik maak. Dus weet je, ik vond die een beetje anders of zo om te maken. En jullie kunnen natuurlijk sinds kort ook met mij mailen via het... e-mailadres die ik aan heb gemaakt. En doe dat vooral als je zegt van... hey, ik ben ook een content creator of een YouTuber. Ik vind het leuk om samen met mij een video te maken. Mag je me zeker een berichtje sturen. We kunnen overal naar kijken. En wees echt niet bang om mij aan te schrijven. Als je ook hebt bijvoorbeeld... ik ben natuurlijk ook gepest, maar als je daar ook problemen mee hebt... kan je me ook altijd vragen. Of... ik sta echt voor heel veel open. Dus wees niet bang om mij een berichtje te sturen. Want ik zal op elk berichtje straks lezen en reageren. En blijf vooral ook commenten onder de video's, want dat vind ik ook altijd heel erg leuk om jullie comments te lezen. Binnenkort beginnen we natuurlijk met Wie is de Mol, dus dan ga ik sowieso ook weer alle comments meenemen. In ieder geval de belangrijkste in de video daarna. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, zodat je alle video's in 2022 niet mist. Dus bij deze ga ik dan deze video, of het allerlaatste video van dit jaar, afsluiten. Dus vond je het een leuke video, doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op kanaal en natuurlijk een vet leuke reactie. Onder de video. En zie ik jullie in de volgende video. En ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben. En alle vingers houden natuurlijk. Doeg!